Normaal is het natuurlijk levensgevaarlijk om hier over het spoor bij station Gouda te lopen, want er razen hier dan allemaal treinen voorbij. Maar vandaag kan het, want ProRail is meer dan een week bezig met het vernieuwen van sporen en wissels bij het station. Voor de beheerder van de spoorinfrastructuur in ons land is het zelf ook een grote klus. In 8 dagen moeten 19 wissels en 2 kilometer spoor worden vernieuwd. Dat is dan weer onderdeel van een 3 jaar durend project waarbij rond Gouda in totaal 63 wissels worden aangepakt en de 8 kilometer nieuw spoor komt. Ja, dat geeft meer comfort voor de reizigers, stevigere constructie en de oude wissels zijn versleten. Die zijn 30, 35 jaar oud en moeten vervangen worden. En dan is 8 dagen nog snel, vindt ProRail. De oude wissels moeten weggehaald worden, de ballast moet ontgraven worden. Dus het is een complexe operatie. ProRail voert deze klus in de zomer uit omdat er dan minder mensen de trein nemen. Want het betekent wel dat er 8 dagen ook geen treinverkeer mogelijk is rond de stad. Doorgaande reizigers wordt geadviseerd een andere route te nemen. En voor wie echt in Gouda moet zijn, is er een alternatief. Vervangend busvervoer is geregeld. Hierachter is een busstation aangelegd voor deze 8 dagen. Maar omdat het treinverkeer toch stil ligt, wordt ook elders aan het spoor en de perrons gewerkt. Op Rotterdam-Alexander, tegelijkertijd ook op Rotterdam Centraal. Ook bij Lansingerland zijn werkzaamheden. Dus de buitendienststelling wordt optimaal benut voor werkzaamheden. Als alles goed gaat, kunnen dinsdagmorgen rond Gouda de eerste passagierstreinen weer rijden.